Hoi allemaal, het is tijd voor een shoplog uit Italië en dit keer mijn beauty. Ik heb mijn fashion shoplog hier net ook al opgenomen. Zelfde outfit aan, nog steeds geen make-up op. Maar goed, ik ben dus op vakantie, maar vandaar mijn hoofd ook afgezaagd. Dus ik heb hier een constructie met een kinderstoel, een tafelkleed, een boek, babyvoeding, een pan en een wc-rol. Hoger kom ik niet, dus bear with me, sorry van mijn halve hoofd. Maar het gaat om de items die ik gekocht heb en het leek me leuk om die even te laten zien. De beauty is niet super veel, shoplog van de fashion wel. Dus als je die wil zien, die is denk ik eerder online gekomen. Als het zo is, dan zal ik nu ergens weer even linken. In ieder geval hieronder. En laten we maar gewoon beginnen. Ik ben geweest bij Sephora, uiteraard. En ik was nog even bij MAC. Laten we beginnen bij Sephora. Gewoon, ik heb iets bij de lokale supermarkt gekocht. Als eerste kocht ik bij Sephora dit palet. En dit is het It Palette Delicate Nude. En wilde ik een ander palet. Het heet iets van Vintage Filter of zo. Maar toen zag ik dit palet liggen. Toen dacht ik eigenlijk, dan denk ik dit liever. Dat kan gebeuren. Even kijken. Even zorgen dat het allemaal een beetje, want ik wil er natuurlijk nog wel foto's van maken. Het is dit palet. Het lijkt eigenlijk net een soort portemonneetje. Oh, heel chic ziet het eruit. En er zit een spiegeltje in. En dan zijn dit de kleuren. Ik weet niet of je het een beetje goed kan zien, want het is vrij licht hier. Ik wilde hier heel graag filmen, dat ik het echt super mooi licht vind om te filmen. Dit is de slaapkamer van ons appartementje trouwens, mocht je het je afvragen. Maar het zijn hele mooie nude kleuren met een beetje roze, ondertonen. En er zit een kwast bij met twee zijden en er zit nog een potlood bij, een koolpotlood. En dit alles voor 20 euro, dus dat vond ik wel een hele goede deal. En ik vond de kleuren wel heel mooi. Er was één kleur bij dat andere palet waar ik echt helemaal verliefd op was. Maar ik dacht, moet ik dan voor die kleur dat hele palet doen, terwijl ik eigenlijk de rest van dit palet mooier vind. Ik probeer hem even terug in de doos te doen. Zo. Toen dacht ik nee, maar toen dacht ik, kan kijken even bij de losse oogschaduwkleuren of ze iets hebben wat er een beetje op lijkt. En dat was deze. En dit is de Colorful Eyeshadow Long Lasting in Hippie Girl, nummer 223. Kijken of ik hem open krijg. Het is niet helemaal exact die kleur, maar hij lijkt er wel erg op. En het is een beetje een, ja, het deed me echt denken aan zonsondergang. Het is een beetje een roze-bronzen kleur. Ik denk niet dat hij heel goed overkomt op beeld, maar ik vond hem echt prachtig. Oh ja, dat palet was dus 20 en die oogschaduw was 10, dacht ik. En dan kocht ik deze, en die heb je in mijn Milaan shoplog ook al voorbij zien komen. Dit is de Exfoliating Face Disc en ik vind dit echt fantastisch. Ik zag hem trouwens op de Amerika website, kon ik hem volgens mij niet vinden. Maar misschien heb ik niet goed gekeken, maar ik vind het echt heel leuk. Ik heb hem nu ook bij me, maar ik dacht, weet je, dit wordt op een gegeven moment een keer ranzig en dan heb ik gewoon een backup. Wat je hiermee doet is je gezicht wassen. Dus je doet hier je face wash op en dan ga je gewoon zo over je gezicht. Ik gebruik nu eigenlijk altijd 's avonds deze en 's ochtends mijn Clarisonic. Ik denk dat het net iets beter zijn als ik het andersom zou doen, omdat de Clarisonic natuurlijk net iets dieper reinigt. Maar ik douche 's ochtends en ik vind de Clarisonic onder de douche heel fijn. En dan doe ik deze 's avonds. Dus dan doe ik daar als ik mijn gezicht heb gereinigd met micellair water, doe ik daarna zo in ronddraaiende beweging. En ik vind het echt heerlijk. Heerlijk. En die is €4,90 geloof ik. En dan kocht ik nog deze. Ik heb eigenlijk vooral van Sephora merk gekocht. Komt nu tot de conclusie. Ik wilde ook wat dingen van Tarte. Maar ze hadden daar geen Tarte. Dus die heb ik besteld via mijn Amerikaanse familie, zeg maar. Dat is in ieder geval dit potlood in de kleur taupe. Het heet het Colorful Shadow and Liner potlood. Waterproof. Met glans. Ik ga van deze producten sowieso nog wel een review-achtig iets doen, denk ik. En dan kocht ik bij de lokale supermarkt deze. En in mijn beste Italiaans staat hier Youth Code, zeg maar. Want dat is het serum waar ik echt gek op ben van L'Oreal. Maar wat heel lastig verkrijgbaar is. En ik zag het staan en ik dacht, fantastisch.
Dus ik hoop dat dit hem is. Ik vind het een dupe van het serum van Lancôme. Ik weet even niet hoe die heet. Ik kreeg trouwens ook nog twee testertjes bij Sephora. En normaal in Amerika krijg je bij Sephora voor je verjaardag ook iets. Alleen het pasje in Italië, dat doet niet aan geboortedata. Dus dat is jammer. Dan was ik nog even naar MAC, want ik wilde een bepaalde oogschaduw hebben. En dat is deze. Dit is de oogschaduw in Club. En dat kan een tijdje op mijn verlanglijstje staan. Het leek me gewoon een hele makkelijke oogschaduw, maar wel bijzonder. Dit is hem. Ik wil hem nog niet zwart, omdat ik denk dat ik er nog een, ook nog wel een artikeltje van ga maken. Maar het is een, op het eerste gezicht een vrij standaard kleurtje. Makkelijk voor over. Alleen hij heeft echt een hele mooie metallic, beetje blauw-groene, beetje zo'n soort. Het is eigenlijk een beetje zo'n soort, alsof je een soort pauwenoog, zeg maar, ziet. En dat vind ik wel heel leuk. Dus het is heel simpel. En ik dacht ook, het is ook leuk met dat jurkje uit mijn shoplog, wat ik aan mijn verjaardag aan wil doen. En dan met deze oogschaduw, dat staat volgens mij heel gaaf. Dus dat is het. Dat is alles wat ik kocht qua beauty. Een stuk minder dan fashion. Dus als je mijn fashion shoplog wil zien, vergeet er vooral dan ook even niet op de linkjes te klikken. En sorry voor mijn afgehakte hoog nogmaals. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Yum, yum, yum.